radiostation lag sinds 1960 al op het schip uit te zenden. 2 april 1973 was het Hommelus. Er raasde een storm met orkaankracht 11-12 over Nederland. En het radiozendschip van Veronica sloeg van haar ankers af. Deuren en ramen die waren stuk geslagen. Liep water het dekhuis in. Er werden noodseinen uitgezonden waarbij om onmiddellijke hulp werd gevraagd. En wie was daar? De KNRM. De DJ's kondigden op de radio hun vertrek aan, stelden de familie nog even snel gerust en schakelden vervolgens alle zenders uit. 50 jaar later is het tijd om wat terug te doen. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij zijn 24 uur per dag standby om mensen te redden. Zij komen reactief op het moment dat echt iemand in nood is. En 11 november 2024 bestaat de KNRM 200 jaar. Niet iedereen kent ze, daarom gaan we even een klein beetje verandering inbrengen. Lisanne ging naar het noordelijke Petten op een van de warmste dagen van het jaar. Dat was vorige week ergens, geloof ik. 33 graden, om even een dagje mee te lopen met die gasten. En vrijwilliger Jurgen van de KNRM praatte ons bij over wat je niet moet doen als je naar het strand gaat. Wat zou je willen zeggen tegen de mensen? Van dit moet je vooral niet doen, of doe dit vooral juist wel? Nou, je moet niet zomaar blind, als je hier op vakantie komt, de zee in springen. Dus wat je wel moet doen, is je van tevoren een beetje inlezen in wat de zee eigenlijk is. Met de eppen, vloedstromen, de muien is echt wel een belangrijk dingetje. Want als je daarin komt, dan denkt iedereen volgens mij kaart zwemmen voor je leven, want daar is het strand. Maar dat is wat je niet moet doen, toch? Precies, je moet je mee laten voeren en dan kan je op een gegeven moment rustig naar de zijkant zwemmen en dan kom je weer op de zandbank terecht. Dus vooral lees je in voordat je op vakantie gaat. Ja, vooral dat komt vaak terug, hè. Verzet je dan niet. Nee. Laat je even meestromen en dan heb je later de kans om eruit te komen. Helaas gaat dat niet altijd goed. Dat hoort ook bij het werk volgens de 22-jarige Jurre. Onze piepen gingen ook af, dus er was een melding binnengekomen van een reanimatie van een oude mevrouw. En die was voorover gevallen in het water. En die is door omstanders eruit gehaald. En die zijn eerst begonnen met reanimeren. Toen, een paar minuten later, kwamen wij aan. En toen hebben wij het verder opgepakt. Hoe normaal is dat? Want ik bedoel, je bent best wel jong, je komt best wel nuchter over. Dat zou iets wel zijn wat denk ik toch echt wel heel veel mensen raakt en ook wel moeilijk is om te verwerken, lijkt me. Ja, natuurlijk raakt je wel. Het is ook niet normaal, maar je weet dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Dus zo sta ik er ook wel in. Dus op het moment dat er iets gebeurt, dan sta je eigenlijk gewoon meteen aan en dan weet je wat te doen. Ja, natuurlijk. Ja, je zal ook wel moeten. Dat, als je zo'n melding krijgt en je staat niet op aan, dan gaat het helemaal mis natuurlijk. En dan achteraf is het natuurlijk wel anders. Dan is het natuurlijk wel even een beetje rottig en weet ik het allemaal. Maar dat gaat allemaal voor de rest allemaal vrij goed. Het zijn helden daar van de KNRM. Morgen bespreken we geloof ik hoe de opleiding eruit ziet, Lisanne. Dat is een lang en duur traject, kan ik zeggen. Dat is een lang en duur traject en ook wel een pittig traject om daarin te stippen. Dus mooi dat we iets van die gasten horen. Radio Veronica met zometeen Mark Ember hier. Good to be. Killing Joe komt eraan en dit zijn de Peppers.